and Catherine Fleury. Cathy Fleury, Olympisch kampioen in deze categorie. Blasco is dus naar boven gegaan. En ja. Misschien herinnert u zich die beelden nog wel in Palau Blaugrana in Barcelona. Miriam Blasco die de zaal werkelijk gek kreeg. Die op het einde ook het publiek introk op zoek naar familie. Maar nu een Juco tegenkrijgt. Voor Catherine Fleury dus. Dat is de wereldkampioen van 89. En goed voor brons in 91. Terwijl Blasco wereldkampioen is, maar dan een categorie lager in min 56 en ook Olympisch kampioen. En Blasco is iemand die door Gella van de Kaveijen werd geklopt in de finale van het toernooi in Parijs. Terwijl Fleury er in de tweede ronde, in de derde ronde, in haar derde wedstrijd werd uitgekieperd door Gella van de Kaveijen op een spectaculaire manier. Volgens vele kennis hier een van de mooiste wormpen van het toernooi tot nog toe. Ja, het is ongelooflijk hoe Gella hier staat te judo. Ze is zeer kalm en ze doet haar beste judo. Dit seizoen is echt doorgebroken. Je kunt het niet anders noemen. Tot nu toe heeft ze al alles gewonnen. Laten we hopen de finale ook. Van het Europees kampioenschap. Dat zou mooi zijn. Miriam Blasco verloor daarnet met een gedeelde beslissing van Arad Yael uit Israël. Dat betekent dat Yael straks, of Arad, de tegenstander wordt van Gella van de Kaveijen. En dat is misschien wel beter dan Blasco, maar ja, op dit niveau is niks nog de koek natuurlijk. Ja. Het zal waarschijnlijk toch een beter kamp worden, want Arad is gekend om het haar agressieve stijl. Maar ja, zoals Gella staat te judoën, heeft het toch een mooie kans. Ja, als je er de wereldkampioenen van voor 4 jaar uitgooit, als je er de Olympisch kampioenen uitgooit, inderdaad, Catherine Fleury, Olympisch kampioen, als je die eruit sweepert, dan moet je gewoon favoriet zijn in de finale. Mocht je aanspraak maken op de Europese titel. En als je dan 2 maanden ervoor nog de grote Miriam Blasco aan de kant hebt gezet, dan moet je al van goede huizen komen om die judoka nog te kloppen. Dus Arad moet van goede huizen komen. Arad was op de Olympische Spelen wel goed voor zilver. Zilver inderdaad, dus tegen deze Catherine Fleury. Dus het zal... Arad is ook niet van de slechtste. Ze heeft ook al een paar Europese en wereldmedailles. Maar... Het zou mooi zijn voor Van de Kaveijen als ze zowel de Olympische kampioen als de vice-Olympische kampioen kan verslaan. Maar laten we daar nog even niet te snel vooruit lopen. Hier in deze kamp is het Cathy Fleury die nog altijd met de Juco voor staat. Moet misschien ook gezegd, als je judoka verandert van gewichtscategorie, heb je toch wel een tijdje aanpassing nodig. Klaarblijkelijk heeft Blasco er niet zoveel tijd voor nodig gehad, maar toch op het hoogste niveau heb je dan nog een beetje dat krachtsverschil dat zij niet gewoon is, want als je in een lagere categorie vecht, is dat toch een andere judo, een andere manier van vechten. Nog een goede 50 seconden. En Cathy Fleury windtijd in het nee was, in het grondwerk. Fleury die tegen Van de Kaveijen op voorsprong kwam, maar Van de Kaveijen die rustig bleef om dan uiteindelijk af te maken. Zeer spectaculair zoals ik al zei en in ons bij van een soort onschuldige trots noemde Van de Kaveijen zelf de avond na de kamp Fleury, flying Fleury, vliegende Fleury. Een Shido voor Catherine Fleury op 20 seconden van het einde. Dat betekent een Coca voor Blasco. En dat betekent als Blasco er nog zou inslagen om een Juco te scoren, dat ze meteen wint. Maar
Nog 6 seconden en ze gaan over naar grondwerk. Is gedaan. Ja. Ze laten een beetje werken en voilà. Blasco, die medailles haalde in 88, 89, 91 en 92, heeft er nu geen. Ze is vijfde. Toch niet slecht voor iemand die veranderd is na de Olympische Spelen van categorie. Maar waarschijnlijk is ze zelf.